if you close your eyes. Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Jamie. Het is vandaag maandag 17 juli. Het is nu 7:50 en ik ben al helemaal klaargemaakt. Dit is mijn outfit. Dit blouseje komt van Stradivarius. Superleuk met verfvlekjes en zo. En hier een tekstje. De broek van de Bershka en schoenen van Vans by Fresh Cotton. Over ongeveer 10 minuutjes word ik opgehaald door Jamira. En dan gaan we naar Hellendoorn toe. Samen met Tim en met z'n drietjes gaan we gezellig naar Hellendoorn. Ines zou ook meegaan, maar die heeft afgezegd omdat ze zich echt niet lekker voelde. Ja, daar kan je ook niks aan doen natuurlijk. Dus ik ga lekker zo meteen naar beneden. Ik ga mijn spulletjes even inpakken. En dan ga ik samen met Jamira de auto in en dan gaan we naar Hellendoorn. Oké, zoals je kunt zien zit ik in de auto. We zijn onderweg naar Hellendoorn en ik ben met this girl, Jamira. Wow. Het is nu, hoe laat is het nu? Het is nu 9:10 en we komen letterlijk over een uur en een kwartier aan. Wow. Nee. Wow. En dan is Tim daar ook al. Dus die meeten we ook weer. En ja, we rijden zeg maar nu op de snelweg. Over 3,2 kilometer neem de afslag naar de E30. Oké. En we hebben net eten gehaald bij de Albert Heijn. Dat heb ik allemaal niet gevlogd. Want het is een beetje awkward om te vloggen in de Albert Heijn. Zo van, kijk, Jamira heeft 4 broodjes gevolgd. En ik heb hier ook nog een hele bag vol met eten. Dus we gaan lekker rijden, we hebben lekker muziekje op en dan zien we jullie in Hellendoorn. Dus leuke vlog voor dit jongens. Top. Hier! Hi. Ah, mamma mia! Nee! Wat moet jij? Ik vlog. Wow! Camera, kijk jongens, water! Nou. Nooit water gezien, hè? Nee, ah, mama! Stuk om jou! Lekker veel! Oké, dit valt nog op zich wel mee. Yay. We zijn in Afrika! Afrika? Afrika terug in de jungle! Nee, we gaan daar weer heel hard. Oké, bye. Moet je kijk hoe wij ook zitten. Kijk hoe wij ook zitten. Ja, dat zit lekker hoor. Goedemorgen, Jamir. Goedemorgen, het is middag van. Wow, oké, okay, dan gaan we. Ik vloog er bijna uit, man. Oh nee, nu gaan we die scherpe bocht maken. Ik vlog hem nog bijna 2 minuten. Volgens mij zit hij echt 8 minuten in of zo. Nee, rot op! Oh Jamie, oh nee. Die waterval! Oh sorry. Tim, ha! Nee! Curry! Nee! Die hebben we gemist. Nee. Mama, rot op. Wow. Ja hoor, Jamir. Nee, ik heb een beetje weer nat. Oké, dit was jullie het enige wat er. Oké. Nou, we zijn er al bijna. Ik schoot er. Oh, we gaan door de tunnel. Oh my god, jongens, we zitten nu in een waterattractie. Ah, glow in the dark! Love it! Dingen, staat iets in de brand? Nee! Leuk voor dit. Ah, fuck! Dit is dus geen rook! Dit is... Ja, dit is het water. Ah! Nee, rot op! Ah! Ik
zitten nu in een bootje, in een lila bootje, chillen. We gaan lekker varen. En Mira zit voor, Tim in het midden. En ik in de achterboot. Achterdeel. En we zijn op safari. Kijk maar. Kijk deze mooie tijger hier. Wauw, heel mooi. Tijgerbloem. Ja, heel mooi. Dit is zo niet rustgevend. Wauw. Ook iemand heeft hier kinderchocola gegeten. Nou, daarom net. Makkelijk. Oh, nee, gelukkig. Wow, wacht, ik laat jullie nu zien de fontein. Waterval. De fontein. Karma. Okay. Daar komt-ie. Very pretty. Ah! Ja, ik word nat. Mooi, heel mooi. Hier. Ja, kan je niet zo grommen? Dank je. Ik film alleen maar natuur. Mooi. En daar is een spiegel, Jamie. Dat zie je zelf. Tim, dat is onaardig. En kijk, hierboven heb je ook nog iets leuks, een groen ding, superleuk. De stop! Die had Jamira niet zien aankomen. Heel mooi. We zitten dus nu op het terrasje. Jamira, wat is het leukste attractie waar je nu in bent geweest? Om hier eerlijk te zijn, is het eigenlijk niet echt heel leuk. Het is een beetje saai. Ja, het was in de park 12 jaar eigenlijk. Ja. Ik vond toch, als ik één attractie moest kiezen, zou ik die waterattractie doen. Dus dat. Tim is nu binnen, eten halen voor zichzelf. En wij zitten aan onze vitaminewater. Niet gesponsord. Dus, hoe laat is het nu? Het is nu 12:15. 12:47, anders krijg ik weer ruzie met dit hier. En ik hoop dat jullie deze vlog ook wel een beetje leuk vonden. En dan ga ik hem nog leuker maken. We maken er wel het beste ervan. Nou, daar zitten ze hoor, Jamira en Tim in dat vliegschip. Succes! Doei Jamira! Inmiddels zitten we weer terug in de auto onderweg naar Delft. En Jamira, hoe voel je het? Fucking kut. Ik ben honger. En er is ook nog wat gebeurd. Vertel. We zaten in zo'n rond ding. En het ging heel hard ronddraaien en er waren dus denk ik 5 of 6 jongetjes. Jongetjes zeg van ik ook 14. Echt. Ja, ik denk 13, 14 waren ze. En eentje ging er dus spugen. En Jamie en ik kregen dus een klodder of in ieder geval kregen spuug tegen ons. Niet tegen me kijken. We kregen spuug tegen ons gezicht aan. Dat was fucking goor. En de hele tijd was het leuk. Maar op een gegeven moment kregen we dat tegen ons gezicht aan. Het was echt zoiets van, wat een kut attractie, zeg. Ja, ik vond het gelijk niet meer leuk. En ik was echt mega boos op dat KUT-kind. En ze keek ook de hele tijd naar dat kind. Want we gingen toen daarna naar de Splash. En dus stonden ze ook. En toen ging ze lopen zwaaien naar Jamira. En Jamira keek de hele tijd zo. En toen gingen we naar beneden. En toen stonden ze daar weer en toen ging ze weer spugen richting ons en heel hard lachen. Nou sorry hoor, maar ik vind wel dat je als je dat doet, tering respectloos bent. Dan ben je gewoon niet goed opgevoed door je ouders, sorry. Dat is mijn verhaal. En nu gaan we lekker eten. En nu gaan we lekker eten bij de McDonald's. Jee, als we er eentje kunnen vinden. We moeten nog 2 uur terugrijden. Tim is al met de auto weg, die is al denk ik 10 minuten weg. En wij staan hier zo. Hoe lang? 10 minuutjes of zo. En we gaan lekker eten. En dan. Maar ik ben de kutpark helemaal zo. Ja, echt, ik serieus. Ook. Sorry jongens, maar Hellendoorn is niet aan te raden. Want nee. Je bent echt binnen. Wij waren echt binnen een uur waren we al klaar met we het hele park. We waren daarom 10:30. 10:30. Nou ja, 10:15, want we moesten nog lopen, 10 minuten lopen. Nou, het was niet eens 10 minuten lopen, maar goed. En we gingen een paar dingen in. En je maakte een rondje van 5 minuten en je was het gewoon al zat. Dus wat wel viel was bij sommige attracties was de rij best wel kort.
Bijvoorbeeld ja, die tornado. Vind je het logisch? Iedereen denkt, nou ik ga nooit meer naar dat KUT-park en er loopt daar een fucking muis. Oh nee, dat is een vogel. Ik heb mijn bril niet op, jongens. Dus ja, wij gaan lekker rijden. Ja. En we gaan lekker eten. En we zien jullie zometeen weer bij het eten. Oké, we zitten dus weer in de auto. We hebben net eten gehaald bij de McDonald's. Kijk, hier is eten. Food everywhere. En we hebben nu een heel makkelijk dingetje voor de mobiel van Jamira, die de TomTom. Kijk. Tada, hier zo. Heel mooi. En kapot veel file. Straks in Delft hebben we file. En ja, het was echt best wel een leuke dag. Op zich wel. Het was een leuke dag, maar het was echt een leuke dag. Kut kinderen van 14. Misschien kijken er nog kijkers van 14. Nee, maar die niet iedereen hoor, maar sommige kinderen wel. En we zijn even in Friesland, zie je het? Nee, grapje hoor, ik weet niet waar we zijn eigenlijk. Let me check on Snapchat. Even kijken waar we zijn. We zijn in Rijssen. Waar de fuck ligt Rijssen? Oh, jullie zien het niet. Wacht, even die ander pakken hoor. Kijk. Rijssen. Dus we gaan lekker even eten verder en dan spreken jullie zo. Dan spreken we jullie zo weer. Inmiddels ben ik weer thuis gekomen. Jamira heeft me net afgezet thuis. En het is nu rond een uur of 7 voor 8. En ik ga lekker douchen, lekker even mijn haar wassen door al dat vieze water wat ik in de splash heb gekregen. En even mijn chill outfit aan. En morgen zijn lekker wild hier spelen. Dus ja, ik ga even lekker douchen. Het was super gezellig. En wat de heck ben je aan het doen? Dus ik ga lekker douchen inderdaad en dan ga ik lekker pyjama trekken en lekker chillen en de vlog van Hello August kijken. Dus let's go! Inmiddels is het alweer de volgende dag en ik ben er helemaal achter gekomen dat ik gisteren de vlog niet heb afgesloten. Dus dat doe ik bij deze. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video en vergeet me zeker niet te volgen op social media, Twitter, Instagram en Snapchat, allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Tot de volgende vlog. Doei doei!